De weg naar Apoura zal worden aangepakt. Openbare werker minister Riyad Noor Mohammed zei eerder deze week aan journalisten dat ook gesproken zal worden met lokale ondernemers die gebruik maken van deze weg om hieraan samen te werken. We gaan wel proberen, step by step, een aantal wegen in de tijd in goede staat te proberen te brengen. De eerste weg die we hebben geselecteerd voorlopig is de weg van Para naar Apoura. Dan heb je een aantal zijwegen waar we vooral de mensen vragen, vooral als er ondernemers ook zijn, want het zijn vaak die zware trucks die de wegen vernietigen, in de regentijd vooral, dat de ondernemers daar meer in komen. En als dit project goed werkt, dan gaan we step by step al dit soort wegen, vooral waar mensen wonen met kleine wagens, burgers, want die lijden eronder, ook step by step aanpakken. De minister wijst erop dat er nog geen middelen zijn voor bepaalde wegen en bruggen in het achterland, zoals de brug over de Kaburi-Kreek. Hij stelt dat wel een projectvoorstel in orde is gemaakt om een aantal bruggen in het binnenland aan te pakken. De financiering daarvan kan namelijk niet uit de jaarbegroting van het ministerie geschieden.